In de vorige video zagen we dat de opstandige gewesten de Unie van Utrecht oprichtten. In deze video pakken we die oprichting in 1579 als startpunt om verder te gaan. Want wat vond bijvoorbeeld Philips II van de oprichting van de Unie van Utrecht? Nou ja, die was gericht tegen het Spaanse gezag, dus Philips vond die Unie van Utrecht uiteraard niks. En zijn reactie was dan ook om de leider van de opstandeling Willem van Oranje vogelvrij te verklaren. Iedereen mocht Willem van Oranje doden zonder dat hij ervoor gestraft zou worden. Ja, en dat had verschillende gevolgen. Willem van Oranje zelf kwam bijvoorbeeld met de apologie, een soort propagandastuk waarin hij zichzelf verantwoordde. Maar veel belangrijker was dat de gewesten van de Unie van Utrecht daarop ook besloten van oké, Philips, als jij onze leider vogelvrij verklaart, dan is deze opstand vanaf nu ook tegen jou gericht en dan willen wij er niet meer bij horen. En zij kwamen met het plakkaat van verlatingen. En daarin stond eigenlijk dat de tiran Philips werd afgezworen als landsheer. En die Calvinistische opstandelingen die baseerden zich ook op die leer van Calvijn. In een van de eerste video's heb ik dat al genoemd, dat Calvijn vindt dat een onderdaan nooit in geloof mag worden opgedrongen. En sterker nog, dat een onderdaan in opstand mag komen als zijn geloof beperkt wordt door een vorst. En nu werd precies dat idee van Calvijn gepakt door die opstandelingen om te zeggen, kijk, Philips II die beperkt ons in ons geloof, dus wij zetten Philips II af als landsheer. Hij is niet meer de baas over ons. Aan de andere kant had dit ook gevolgen voor Willem van Oranje, want die was zijn leven nu natuurlijk helemaal niet meer zeker. En in 1584, in Delft op het Prinsenhof, wordt Oranje dan ook vermoord door de katholiek Balthasar Gerards. De leider van de opstandelingen zal sterven en dat is natuurlijk een zware klap. En de opstandelingen hadden het sowieso al zwaar. Zo was bijvoorbeeld de belangrijke handelsstad Antwerpen wederom in Spaanse handen gekomen. Dat wordt de val van Antwerpen genoemd. En Antwerpen was aan het einde van de 16e eeuw het centrum van de wereldhandel. Een van de rijkste steden ter wereld, met een van de grootste havens ter wereld, waar mensen van heinde en ver naartoe kwamen. En nu was die opstandige stad weer in Spaanse handen terechtgekomen. En daardoor raakte de opstandeling natuurlijk een belangrijke stad met belangrijke inkomsten kwijt. Daarnaast waren ze met het afzweren van Philips met dat plakkaat van verlating op zoek gegaan naar een nieuwe landsheer. Ze kwamen eerst uit bij Franse steun, de hertog van Anjou, familie van de Franse koning. Maar ja, die was eigenlijk uiteindelijk toch niet zo geschikt. Die was anderhalf, twee jaar landsheer, maar dat werd geen succes en die Franse steun die kwam ook niet echt van de grond. Dus toen werd de blik op Engeland gericht. Misschien zou de Engelsen wel kunnen helpen in de strijd tegen de Spanjaarden. En toen kwam er een vriend van de Engelse koningin Elizabeth, de graaf van Leicester, die werd de nieuwe landsheer. En dat zorgde wel voor Engelse steun en voor Engelse troepen die ook aan de kant van de opstandelingen meevochten. Maar ja, die Leicester zelf, dat was nou niet bepaald een goede legerleider, niet bepaald een goede landsheer. Dus na een paar jaar hield hij het ook weer voor gezien. Exit, de graaf van Leicester. Ja, en dan is de vraag, wat doe je dan als je geen geschikte landsheer kunt vinden? En toen besloten de opstandige gewesten tot iets heel nieuws. Nou, als we geen goede landsheer kunnen vinden, dan gaan we gewoon zonder landsheer verder. En in 1588 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gesticht. En eigenlijk was de Unie van Utrecht al de basis van die Republiek van die Verenigde Nederlanden. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig als je zegt dat je een apart land bent, dat je onafhankelijk bent. Maar als de rest van de wereld er niet in meegaat, dan heb je er nog niks aan. En daarom wordt er in 1596 een belangrijke stap genomen voor die Republiek als zij een verbond sluiten met Engeland en Frankrijk. Tegen Spanje, het drievoudig verbond. En dat zorgt er eigenlijk ook voor, als Engeland en Frankrijk dan zeggen van hey Republiek, wij gaan samen met jullie tegen Spanje vechten, dat ze feitelijk dus ook zeggen van hey Republiek, wij erkennen jou als apart land, als soevereine staat. En daarmee wordt voor de eerste keer in de geschiedenis in het buitenland ook gezegd van oké, die Republiek, dat is echt een onafhankelijk land. De Spanjaarden zelf, die laten nog veel langer op die erkenning wachten. Pas met de Vrede van Münster in 1648, aan het einde van die opstand, dan zal ook Spanje de soevereiniteit van de Republiek erkennen en dus zeggen dat de Republiek een apart land is. En hier op dat kaartje rechtsonder in de hoek zie je wat uiteindelijk die Republiek zal worden. Dat is dat groene gebied. Dat donkergroene gebied is al in 1588 in handen als die Republiek wordt opgericht. En die iets lichter groene gebieden die worden er later bij veroverd. En die oranje gebieden, dat zijn de gebieden van de Nederlanden die in Spaanse handen blijven. De Spaanse of de Habsburgse Nederlanden worden die later ook genoemd. Oké, we houden dat kaartje er even bij. Die Republiek die is dus gesticht, maar betekent dat ook meteen het einde van de opstand? Betekent dat dat het goed gaat met die Republiek? Nee, eigenlijk niet. Die Republiek heeft het behoorlijk zwaar, maar Philips II heeft het ook niet echt gemakkelijk. Want de Nederlandse opstand of de 80-jarige oorlog is niet de enige oorlog die Philips voert. Daarnaast, hij voert dus oorlog tegen die Republiek. Maar hij voert ook oorlog tegen Engeland, hij voert oorlog tegen Frankrijk
en dat kost enorm veel geld en daardoor raakt zijn schatkist regelmatig leeg. Philips II is meerdere malen failliet gegaan tijdens zijn regering. En dat zorgt ervoor dat Philips nooit genoeg middelen heeft om de republiek echt de definitieve doodsteek toe te kennen. En sterker nog, doordat Philips II vaak failliet raakt, wint de republiek steeds meer terrein op Philips. En dat zie je dus ook weer op dat kaartje. Die lichtgroene gebieden worden er later bij veroverd. En dan is er een heel belangrijke stap eigenlijk die gezet moet worden. En dat is als de Spaanse armada wordt verslagen bij Engeland, ook in 1588. En in 1588 zag het er dus eerst helemaal niet zo uit alsof de republiek zou gaan winnen. Want de kans leek groot dat die republiek zelfs niet lang zou bestaan. Want de hertog van Parma, de opvolger van Alva, die had Vlaanderen en Brabant al veroverd. En ook grote delen van het huidige Oost- en Noord-Nederland onderworpen. En de republiek was aan alle kanten omsingeld. Maar dit Spaanse plan om Engeland binnen te vallen, dat bracht redding. En waar kwam dat plan dan vandaan? Nou ja, dan moeten we even een stukje terug in de geschiedenis. Philips II is getrouwd met Maria Stuart van Engeland. En dat is een katholieke koningin. Sterker nog, dat is echt een streng katholieke koningin. Haar bijnaam is Bloody Mary, omdat ze zo bloedig protestanten vervolgt in Engeland. Maar Mary sterft al heel snel en dan zal haar halfzus op de troon komen. En dat is koningin Elizabeth en die is protestant geaard. En dat zorgt ervoor dat Engeland in één keer ook in meer een protestantse kant op gaat. En dat is iets wat die katholieke koning Philips niet kan verkroppen. En Philips zweert dan ook dat hij ooit op een dag Engeland weer katholiek zal maken. En daarom besluit hij in 1588 om de grootste oorlogsvloot die er tot dan toe is geweest in de geschiedenis, de Spaanse armada, de onoverwinnelijke armada, om die op te tuigen en vanuit de Spaanse havens richting Engeland te laten trekken voor een invasie om zo Engeland weer katholiek te maken. En daarvoor onderbreekt hij zelfs de strijd in de Nederlanden. Want die Spaanse armada die moet naar de Vlaamse kuststeden gaan om daar duizenden Spaanse soldaten op de schepen te brengen, zodat die naar Engeland over kunnen gaan. Maar al tijdens stormen in het kanaal en vooral tijdens aanvallen van piraten en van de Engelse marines vergaan er veel schepen van. Die soldaten die kunnen nooit goed aan boord komen. En je ziet daar de route rechts op het kaartje. Ze varen eigenlijk langs Engeland af, helemaal over de Noordzee heen, boven Schotland langs, om via Ierland weer terug te keren richting Spanje. Dat was al met de staart tussen de benen weggaan, een schandelijke nederlaag. Maar bij die terugtocht, je ziet er al die scheepswrakken staan daar voor de kust van Ierland, zijn er zware herfststormen, waardoor een heel groot deel van die Spaanse armada vergaat. En dat betekent dat de Spaanse marine eigenlijk volledig verwoest is. Natuurlijk een grote klap voor die Spaanse schatkist, maar bovendien heel erg belangrijk voor de Nederlandse opstandeling, want Spanje is echt heel erg enorm verzwakt. En het verlies van die Spaanse armada is op dat moment van doorslaggevend belang voor het voortbestaan van de Nederlandse Republiek.